Kaseko Tori Nitti, een ontspannen avond met verhalen en muziek vanuit de Kaseko, is woensdagavond gehouden in het multicultureel centrum Claudetta Toni te Pulapanje. De Kaseko Tori Nitti is georganiseerd door de werkgroep Yari Fu Kaseko 2017. Deze werkgroep is door het productiebureau Roos Eternal Media samengesteld en bestaat uit 7 personen. Het productiebureau dat samen met NAX dit jaar tot jaar van de Kaseko heeft uitgeroepen, werkt samen met deze organisatie vanwege haar kennis van de Kaseko muziek. Volgens Rosita Leeflang, directeur van Roos Eternal Media, is het initiatief om de werkgroep op te richten ontstaan vanuit de behoefte aandacht te besteden aan de herwaardering van de Kaseko. De gezellige verhalen en gebeurtenissen van vroeger zijn op de Kaseko Tori Nitti verteld door personen die jarenlang in de Kaseko business zitten. We brengen u enkele fragmenten. Tot zover een indruk van de gezellige sfeer, de muziek en verhalen gebracht tijdens de Kaseko Tori Nitti. Leeflang maakte deze avond compleet door de vraag die ze stelde over de Pokumangs aan Ruben Stoffie Muringen, voorzanger van NAX Kaseko Loco. Maar waarom zijn Pokumangs altijd zo laat om dansen? Ja. Ja, jong. Zijn er met Pokumang en die altijd laat? Omdat ik nog sap zijn sani, maar de Pokumang en wakker naar toe en de dagen verder toe en altijd dagen beter. Met de doro laat die pedem go. Maar dat is pas om eens dat we beter. Nooit. 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 Daarom is dat niet zo'n Pokumang. Zo'n Pokumang laat die. En zo'n Pokumang grilly. Oh, zo'n Pokumang. Zo'n Pokumang laat die. Zo'n Pokumang grilly. Ah, no, dat is om me pennen. En allemaal, dat is nooit Dagobert niet. Die dat is nooit Dagobert niet. Meneer Spa, Annetina Wang, Kaseko Tori Nitti. En in Saptaki, de Wang Pokuman Gribina, la Pokuman Tjarane. Ruben Stoffie Muringen, voorzanger van NAX. U zag ook John Jones en Robbie van der Leeuw, beide muzikanten. Ze spraken afgelopen woensdag bij de Kaseko Tori Nitti, een ontspannen avond met verhalen, muziek, georganiseerd door de werkgroep Yari Fu Kaseko 2017.